Welkom allemaal bij onze workshop Bestuur en Ambitie. Natuurlijk ontzettend pakkende titel, dus we verwachten heel veel mensen. Maar het wordt een ontzettend leuke workshop. De voorbereiding was al ontzettend leuk, dus we hebben heel veel zin in. Waar gaan we het over hebben, deze workshop? We gaan het hebben over, nou ja, de titel zegt het al, Bestuur en Ambitie. En zoals jullie weten, zijn we met de collectieven natuurlijk gestart. En de afgelopen jaar is er heel veel gebeurd aan het doorontwikkelen van de collectieven. En iedereen wordt steeds professioneler. We hebben natuurlijk met elkaar een onderzoek gehad van, oké, waar staan we ten opzichte van elkaar? Daarna hebben we ook heel veel workshops gehad van, oké, hoe ga ik nou om van elkaar te leren eigenlijk vooral? En we zien dat ook veel van jullie zijn verder gegaan met die hele doorontwikkeling. Ieder op zijn eigen wijze. En dat is ook het leuke natuurlijk, dat we met z'n veertigen zijn. Iedereen zijn unieke situatie heeft en een unieke proces. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel nuttig om af en toe van elkaar te horen hoe dingen gaan. En kun je van elkaar leren. En zoals je weet is het ook als je eenmaal... Ja, iedereen moet continu doorontwikkelen. Het is nooit klaar. Dus het is ook niet dat we hier een keer mee gaan stoppen. We blijven hier gewoon mee doorgaan. Ook omdat de wereld om ons heen natuurlijk continu verandert. En we ook wel merken dat we nu wel in een tijdsgewicht komen waarin grijs natuurlandschapsbeheer, maar ook het hele transitie van het landelijk gebied steeds grotere rol gaat spelen. En maar ook wel toch echt gekeken wordt naar wat wij als collectief daarin kunnen doen. Dus we kunnen echt niet achterblijven. Dus toen we deze Boer Natuurwerk gingen voorbereiden, dachten we, er moet echt een workshop komen waarin we gewoon met een paar mensen het gesprek voeren van, goh, wat doe je nou? Hoe doe jij het nou? Wat kom je tegen? En ook van, wat voor bestuur hebben we er dan voor nodig in de toekomst? Hoe kan je zorgen dat je organisatie op orde komt? Nou, waar ben je tegen aangelopen? Heb je het opgelost? Dus we dachten, we moeten ook wat praktische dingen kunnen vinden waar we ook de mensen mee aan de slag kunnen helpen. Dus we hebben twee mensen daarvoor benaderd. Eén staat al naast mij, is volgens mij ook al in beeld, denk ik. Dat is Peter Bentum, voorzitter van het Flevolandse Grijs Collectief. Hartelijk welkom in de studio, Peter. Mooi zo, dankjewel. En later in de workshop komt nog Yvette Rus in beeld van het collectief Vala in de Achterhoek. Wat willen we met jullie doen vanmiddag? We hebben twee korte presentaties voorbereid. Tenminste, die hebben Peter en Yvette voorbereid. Die willen we eigenlijk voor de pauze geven. En ze zullen kort een presentatie houden. En als je dus vragen hebt, naar aanleiding van de presentatie, dan kan je die gewoon stellen in de chat. En die via ingenieuze wijze komt die dan op mijn computerscherm hier. En dan kan je die natuurlijk gewoon stellen. En we doen dan een korte pauze, iets na drieën denk ik ongeveer, van 10 minuutjes. Dan gaan we rond 2:45 weer verder. En dan hebben we nog een 3 kwartier om echt nog een paar punten meer uit te diepen, zullen we zeggen, met elkaar. En dat doen we dan ook met de Mentimeter, dus aan het eind, net voor de pauze, zie je de code. Dan kan je ook nog in de pauze even zorgen dat je het allemaal weer opstart. Dat is eigenlijk een beetje het programma voor vanmiddag. En is eigenlijk denk ik nu vooral het woord aan Peter om af te trappen in deze workshop. Over hoe jij als vers bestuurslid, hè, eigenlijk in Flevoland, aankijkt tegen de collectieven. En ook wat een bestuur van een collectief zou moeten doen of zou doen. En hoe je daar ook in Flevoland mee omgaat. Ja. Dus graag het woord aan jou. Dankjewel voor deze fantastische introductie, Evelien. We gaan meteen naar de eerste slide. De workshop Bestuur en Ambitie. En pak ik meteen een volgende. Besturen is niet zelf doen, maar het toedoen. En dat is een hele belangrijke. En ik kom daar verder in deze presentatie ook op terug. De praktijk wijst uit dat bestuursleden toch heel veel dingen zelf in de operatie willen doen. Dat is nou juist niet de bedoeling, want kun je ook niet afstand houden van datgene wat belangrijk is. Ik kom daar in de volgende slides nog op terug. Als je het hebt over besturen, dan moet het niet meer gaan over randzaken of brandjes blussen. We doen het al 15 jaar zo. Nee, dan gaat het om, hè, rechtsaf, over 300 meter op dit plaatje. Visie, ambitie en stip op de horizon. En die stip op de horizon, dat is heel belangrijk. Dat is best wel een uitdaging in sommige situaties. Dat is de ambitie. En missie en visie is van, wie zijn wij? En wat is ons bestaansrecht? En waar willen we naartoe? Waar gaan we voor en waar staan we voor? Even een kort college. Ik heb het nadruk op kort. Even jullie meenemen in een aantal begrippen. Het bestuur bestuurt de coöperatie. Dat mag duidelijk zijn. En wat is dan besturen? Ik heb hier even een definitie bij gezocht. Besturen is het doen bewegen van de organisatie in de gewenste richting. Het proces waarin mensen en middelen in de organisatie op elkaar worden afgestemd om gezamenlijk de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren. Een enorme volzin, maar er zitten toch een aantal woorden in die ertoe doen. Het begint met het woord bewegen. Ik heb het onderstreept. Het gaat om beweging.
van A naar B. Het gaat om een gewenste richting. Hè? Ik had het net over die stip op de muur. Daar willen we met z'n allen naartoe. En om daar te komen heb je een bepaald proces nodig. Hè? Van A naar B, een bepaald proces. En dat proces moet je goed volgen. En tussentijds, hè, gedurende dat proces, moet je af en toe eens even stilstaan om je heen kijken van, goh, doen we het nog goed? Waar staan we nu? En lukt het nog een beetje om binnen de vastgestelde tijd daar te komen bij die stip? Nou, het volgende woord is mensen. Het gaat om mensen. En ik ben altijd van mening dat de mensen het verschil maken. En het gaat om middelen. Ook financiële middelen. Dat zijn de kaders die ook belangrijk zijn om te besturen. En dan heb ik het woord afstemming. Afgestemd. Afstemmen met elkaar. Tussen de gremia, ledenraad, bestuur, werkorganisatie. Maar ook het collectief met boeren natuur. Afstemming, beter een keer te veel dan te weinig. Heel belangrijk om elkaar aansluiting bij elkaar te vinden. Dan word je gezamenlijk, samen, het samen doen. En dan staat er nog doel, doelstellingen. Doelstellingen, is belangrijk, die stip op de muur. Wat is ons doel? Waar gaan we voor? Belangrijk, dat daar ook de neuzen dezelfde kant op staan. Zo goed mogelijk, hè, dat is de uitdaging, de ambitie, zo goed mogelijk realiseren. Met elkaar doen. Dus even kort, die definitie van besturen is even wat verder gefileerd en afgepeld. En dan kom je op deze belangrijke woorden die ertoe doen. Nou, een bestuurder is een groep mensen. Komt het woord mens weer naar voren. Die kracht is formele bevoegdheid bestuurt. En die formele bevoegdheid, dat ligt dan vast in een oprichtingsakte of in statuten. Nou, en een bestuurder is natuurlijk een persoon die bestuurt. En het bestuur bestaat uit een aantal personen. Die ieder op zijn eigen manier betrokken zijn en op eigen manier een achtergrond hebben, expertise hebben, om uiteindelijk de rol van bestuurder goed te kunnen vervullen. Even een kort college. Komen we bij het profiel van de bestuurder. Ik heb daarover nagedacht en ik dacht van, nou, dan kan ik hier wel een fantastisch profiel maken. Maar dan wordt het iedereen zit erop te wachten. Maar dit is in de basis niet altijd een heel erg interessant onderwerp. Daar wordt het alleen maar saai van. Dus ik heb een aantal, hè, ik heb voor mezelf eens afgevraagd van, nou, ik ben nu sinds half november voorzitter van het Flevolandse Agrarisch Collectief. En ik heb toen destijds ook gesolliciteerd op basis van een profiel. En ik ben nu vier maanden onderweg. En ik heb eens even gedacht van, goh, ik ga eens even brainstormen. Welke kreten komen er dan in mij op als ik het heb over het profiel van de bestuurder? Dan kijk ik ook even naar mezelf. Komen de eerste drie. Lef. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je lef moet hebben. En lef is durf, is moed. Is een keer iets anders doen, een keer out of the box. Een keer een stap zetten. Wat ik vaak meemaak is dat mensen geen stappen durven te zetten. Omdat ze bang zijn wat ermee gebeurt. Nee, liever een keer een stap. Te veel, dan weer een andere stap, dan helemaal geen stap. Uiteindelijk, dat geldt voor beweging. Daar heb je lef voor nodig. Het tweede wat hier staat is reflecteren. Als bestuurder is het van belang om te besturen. Maar daarin moet je je eigen handelen, je eigen gedrag altijd er eens even tegen het daglicht aanhouden van, goh, wat ging nou goed als het gaat om mijn eigen handelen en wat zou nou beter of anders kunnen. Focus. Ik noemde het al, besturen is niet zelf doen, maar ertoe doen. Dus het gaat om focus. Dat je het verschil hebt tussen de hoofd- en de bijzaken. De hoofdzaken, de grote lijnen, de strategische richting. En de bijzaken, dat zijn de zaken die in de operatie moeten plaatsvinden. Daar moet je ook goed als bestuurder een verschil in kunnen aanbrengen. De volgende drie, luizende pels. Ja, dat is, ik denk dat voor zich spreekt. Je moet goed kijken hoe het loopt, goed doorvragen. Het woordje kritische nood past daar ook in hetzelfde rijtje. Het was een brainstorm, hè, van begrip. Nou, dit soort zaken komen naar voren, kritische nood. Luizende pijls, goed doorvragen, wat wordt er bedoeld, wat hebben we met elkaar afgesproken, waar zijn we nu, wat kunnen we nog beter of anders doen om het vervolg van de route, hè, van het proces, op een goede manier te continueren. Heel belangrijk. Energiek, een stukje energie. Je moet datgene wat je doet als bestuurder, moet je wel met heel veel passie doen, met veel enthousiasme. Anders kom je nergens. En met name in de veranderingsbewegingen, waar we nu in zitten, toekomstbestendig maken, verder professionaliseren, dat betekent dat een verandering met zich meebrengt. En dat moet je op een goede, overtuigende manier brengen. En dan begint dat met woorden, maar ook zeker met daden. En met elkaar moet je dat doen. Dus energiek, ook een belangrijke competentie voor een bestuurder. Deskundig, dat spreekt voor zich.
maar niet deskundig op detailniveau. Niet op niveau van hoeveel pennen hebben we nog in de kast liggen. Belangrijk, maar niet als bestuurder. Het is voor een bestuurder belangrijk om op grote lijnen, op globaal niveau, voldoende kennis te hebben om te kunnen besturen. Communicatief, ook een hele belangrijke. Zonder communicatie kom je nergens. Het gaat om verbinding met elkaar. Komt datgene wat je beoogt te zeggen ook op die manier over, hè? Als het gaat om besturen, kun je iedereen meekrijgen. Het gaat zowel om het schriftelijk communiceren, maar ook het mondeling communiceren. De juiste match. Heel erg belangrijk. Datgene doen wat je leuk vindt, waar je plezier in beleeft, waar je trots op kunt zijn, waar je in uitgedaagd wordt. Dat zijn wel zaken, ook voor een bestuurder, als jij voor het gevoel niet op de goede plek zit, of het nou bestuur is, of ledenraad, of werkorganisatie, gaat het dan een uitdaging te doen. Dus heel belangrijk om ook aandacht te hebben voor de juiste match. Niet alleen voor jezelf als bestuurder, maar ook binnen de organisatie. Netwerk, dat spreekt voor zich. Netwerk met aanpalende organisaties, met terreinbeherende organisaties, met de provincie, met boerennatuur, noem maar wat op. Heel belangrijk om daar in te investeren. En daar geldt ook weer de verbinding met elkaar. Ken je elkaar voldoende om uiteindelijk ook gezamenlijk op te trekken met hetzelfde doel om uiteindelijk bij die stip uit te komen? Doorvragen, nou, dat past wel een beetje bij kritische nood en luizende pels. Niet zomaar genoegen nemen met een bepaald antwoord. Moet geen doel op zich zijn, maar uiteindelijk is het wel belangrijk om te snappen waar we nu zijn. En om te kunnen blijven begrijpen waar je naartoe wilt. Assertief, ook eens een keer nee durven zeggen. Het is niet alleen maar ja, het is alleen maar prima, maar ook van nee, ik heb dan nog wat vragen, dat past niet, of het is niet helemaal duidelijk. Dus ook het lef hebben om nee te durven zeggen. En dat is assertiviteit. Boeien en binden. Ze staan naast elkaar. De mensen boeien. Mensen meenemen. Het moet enthousiast zijn. Het moet ergens toe doen. We moeten ergens naartoe willen gaan. En met name ook de argumentatie waarom we daar naartoe willen gaan. Dat nemen we mee in het boeien. En het binden is het verbinden. Het met elkaar doen. En dan kan ik me voorstellen dat sommigen misschien denken, ja, verbinden is ook zo'n containerbegrip. Het is uiteindelijk de verbinding maken tussen, met elkaar en tussen de organisaties. Ook als bestuur, samen moet je het doen. Het kan niet zo zijn dat een coöperatie alleen door de voorzitter wordt bestuurd. De voorzitter heeft een bepaalde rol, een trekkersrol. Maar met elkaar als bestuur ben je verantwoordelijk voor het besturen van de coöperatie. Dus dan moet je elkaar, dan moet je de verbinding hebben. Boerenverstand, komt niet laat om deze er ook uiteraard bij te doen. Boerenverstand, ja, wat is dat? Dat is het logisch redeneren. Even op afstand. Zit het goed? Snappen we het? Logisch redeneren, heel belangrijk ook als bestuurder. Hey, even een vraag tussendoor, ja? Hè? Deze mensen bestaan? Die dit allemaal kunnen? Daar kom ik zo op. Okay. Hele goede vraag. Ja, nee, een goede eerste vraag. Afstand? We zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Ja. Dat was een brainstorm, hè? Ja. Ik bedacht bij mezelf van, nou, profiel besturen, welke kreten komen erin op? Dat is een brainstorm. Ja, heel goed. En de vraag die je stelt is helemaal terecht. Ik denk van, nou, als ik dit allemaal lees, kom daar zo op. Ja. Op afstand betekent focus houden, niet meer in de operatie bezig zijn, op afstand besturen, strategisch, welke richting kiezen we en waarom. En kaders stellen, die zijn er ook bij van belang. Ratio en emotie. Iets kan... Dus het is meer het hart in het hoofd. Wat vindt mijn hart? De emotie ervan. En wat denkt het hoofd? Nou, daar moet je als bestuurder ook de juiste balans in zien te vinden. Dat is niet eenvoudig. Het gaat ook niet om goed of fout. Sommige dingen moet je wat rationeler benaderen. En andere dingen mag je best wat emotioneler benaderen. Die combinatie is heel belangrijk. Ik heb ze daarom ook naast elkaar gezet. Betrouwbaarheid. Dus dat mensen kunnen rekenen. En betrouwbaarheid is een woord. Maar dat moet je eigenlijk bewijzen in de praktijk. Ja. Dus doordat je een tijdje meeloopt, meedraait, gaan mensen ervaren of in welke mate je betrouwbaar genoeg bent. Dat is niet zomaar eens even een woordje en dan is het. Nee, dat is meer dan dat. Kun je op mensen rekenen, betrouwbaarheid. Plezier, ja, ontzettend belangrijk. Als je geen plezier in je werk hebt, kun je wel stoppen. Komt het er niet van. Dan mis je ook een heel veel andere kreten die hier staan. Arbeidsvreugde, plezier, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Betrokken bij elkaar. En betrokken bij de mens, betrokken bij de organisatie, betrokken bij de ledenraad, ook als ledenraad onderling met elkaar betrokken zijn. Ja. Ook als bestuur onderling met elkaar betrokken zijn.
En de kaders. En dat kunnen zijn financiële middelen. Dat kan de kaders zijn van besturen, bevoegdheden, autorisaties. Dat zijn allemaal kaders die je van tevoren moet vaststellen. En die kaders, die vormen dan het speelveld. Laatste rijtje hoor, is dit. Vinger aan de pols. Ja, pas nog meer op, hè. Dus. Vinger aan de pols. Spreek voor zich, denk ik. De beweging hebben we het al over gehad. En de balans. Dan heb ik niet alleen over de cijfers, maar ook de balans in datgene wat we doen, wat we willen. Ook balans als mens. Dat je ook voldoende tijd neemt om even weer de accu op te laden. Ook als organisatie, je kunt te gaan veranderen. En zeggen jongens, nou, nemen we 3 maanden de tijd voor. Ja, het moet wel in balans. De mensen moet je wel meekrijgen. Het is geen doel op zich. En balans betekent ook om je heen kijken, achterom kijken. Van, goh, waar staan we nu? Hoe zitten de mensen erbij? Hoe reageren ze? Dus die balans is ook heel belangrijk. Komen we bij vragen en antwoorden. Begin ik met jouw vraag, Evelien. Ja. Ja, de schaap met 5 poten, ja, die bestaat niet. En dit zijn wel 60 poten. Dit zijn 60 poten. En het is van belang, ik haal ze nog even terug, dit zijn kreten die bij me opkwamen, hè, in de brainstorm, in de brainwave, als het ging om het profiel van de bestuurder. Hè, want als je een profiel van een bestuurder zou opmaken, en dat is natuurlijk uiteindelijk van belang als je een nieuwe bestuursleden zoekt, dan staan er ook allemaal dingen in. En dan zitten ook vast dingen bij waar mensen iets minder mee hebben of niet aan kunnen voldoen. Uiteindelijk gaat het om de beste kandidaat, waar je als bestuur en als ledenraad, als het gaat om het collectief, ja, het beste gevoel bij hebt. En even gewoon, als je kijkt naar Flevoland, hè? Jij zit daar vanaf november, ja, hè, volgens mij. Ja. Je komt daar in een bestaand bestuur natuurlijk, ja, hè? Met misschien 5 of 6 andere bestuurders? Ja, 5 andere bestuurders, totaal 6. Totaal 6. En jij bent natuurlijk nieuw in deze wereld, hè? Wat mijn beeld is bij veel collectieven, dat bestuurders... deels, heel veel mensen hebben moeite om bestuurders te vinden. Ze zijn blij als er iemand komt. Ja. Dus dan denk je, als je heel veel voorwaarden aan de voorkant hebt, ja, in hoeverre lukt het om die selectie te maken? Wat is jouw ervaring in Flevoland? Als je kijkt naar de mensen, zijn natuurlijk goede mensen die er zitten. Kom je daarmee verder? Ja, want jullie hebben dat betreft een collectief dat heel erg daarmee bezig is. Ja. Maar kun je ook nieuwe mensen vinden? Kun je ook, het is een uitdaging om goede, maar dat geldt overal. Ja, ja, ja. Het is een uitdaging om goede nieuwe mensen te vinden. Dus je moet ook niet het pakket van eisen veel te hoog. Nee, dan stak je mensen af. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel een bepaalde type bestuurder nodig om uiteindelijk die beweging die we met z'n allen willen, de toekomstbestendigheid, de professionaliteit, om die ook met elkaar te kunnen trekken. En hoe doe je dat in Flevoland? Hoe doe je dan is het een kwestie van een goed profiel. Er waren een aantal kandidaten die hadden gesolliciteerd. Er zijn met 2 kandidaten zijn in de eindronde gesprekken gevoerd. En uiteindelijk kwam ik daarin naar voren als de naar het profiel, naar de best passende kandidaat. Maar dan heb je het over de voorzitter natuurlijk. Ja. Maar je hebt natuurlijk meer bestuursleden in je... Want dit geldt natuurlijk niet alleen voor de voorzitter. Nee, dit geldt ook voor alle bestuurders. Ja. En natuurlijk ligt daar een uitdaging. En natuurlijk zijn al die kreten die ik heb genoemd zijn van belang. Ja, je kan ze ook verdelen over 5 mensen. Dat en het gaat niet om goed of fout. Het gaat ook om een stukje complementariteit. Ja, precies. Elkaar aanvullen. Ja. Ja. En die persoon is daar goed in en die is daar goed in. Ja, en uiteindelijk probeer je met z'n allen daar stappen in te zetten. Die beweging in gang te brengen. Ja. En dan kom je ook gaandeweg dat proces. En ik zit er nog maar 4 maanden. Dat is te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. Ja. Kom je ook gaandeweg dingen tegen. Jongens, ja, gaat misschien wat knallen, wat piepen. Oh nee, dat gaat juist goed. Daar kunnen we wat extra stappen maken. Maar alles bij elkaar, alles beschouwd, weet je toch de beweging te maken. Ja, nee, dat is voor mij cruciaal uit jouw verhaal ook. Ja. Dat je dat met elkaar doet. Ja. En ook naar jezelf eerlijk blijft. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat lijkt me ook. Dankjewel Peter voor deze introductie. Ik hoop dat mensen thuis goed tot zich laten doordringen en na gaan denken over goh, wat ze ook bij zichzelf gaan reflecteren en ook bij hun eigen collectief. Van hoe doen wij dit eigenlijk? Hoe kijken wij tegenaan? Wat vinden wij goede bestuurders? Hoe lukt het om die te vinden? Waar lopen we tegenaan? Nou, dat soort dingen kunnen we dus allemaal ook na de pauze verder bespreken. Ja. Dus stel je vragen in de chat, hè? Dat is geen enkel probleem. Dan nemen we die gewoon mee. Want dan wil ik eigenlijk nu vragen of Yvette naar voren wil komen. Want dan gaan we in het tweede deel voor de pauze eigenlijk de slag maken van dit besturen. En jij gaat eigenlijk ook vooral, oké, wat betekent dat dan uiteindelijk voor hoe je je werkorganisatie gaat inrichten? Hè? En dit ging natuurlijk over de bestuurders die je nodig hebt, welke type mensen horen erbij. Hoe gaan we dat doen in de praktijk? Dus als jullie nu de grote wisseltruc willen doen, dat gaat vast lukken. Ja, dan gaan we verder.
Welkom Yvette, leuk dat je er bent. Ja. Ik weet niet of iedereen jou kent, maar in ieder geval dit is Yvette Ruse, zelfstandige. En wordt veel ingehuurd door onder andere Valen, maar ook volgens mij door Collectief in Overijssel en andere plekken. Ja. Om mee te werken, mee te draaien op zowel coördinatieniveau van collectieven, in projecten, et cetera. En heeft al veel ervaring met het oprichten van de collectieven en ook nu met het collectieven doorontwikkelen. Dus Yvette, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen. Ik ook. Neem ons mee. Oh. Ja. Ja. Ik heb dit voor een aantal collectieven gedaan, zeg maar zo'n beetje begeleid in die doorontwikkeling die nodig is. En daar zit één stukje wat ik maar de basis eigenlijk noem. Als je bezig bent, goh, we willen als collectief professionaliseren. En dat hoort eigenlijk bijna een beetje samen als je zegt ik heb ambitie. Dan hoort er eigenlijk dit fijne driehoekje bij. Je hebt een goede missie nodig, je hebt een goede visie nodig en daar komt automatisch ook een strategie aan te pas. Waar hebben we het dan over? Ja, de missie is niet heel veel anders dan, ja, waarom zijn wij op aard? Waarom is onze organisatie, dus wat voegt ons collectief eigenlijk toe? En daar hoort een visie bij. Hè? Wat willen we bereiken? En die twee samen hoort van mij betreft echt bij, ja, wat is je ambitie als collectief? Maar ja, dat kan bij mooie woorden blijven. Ik ben van de afdeling, hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dat doen? Ja. Dus de strategie, hoe pakken we dat aan, is het stuk waar, dat draai ik het meest voor warm. Ja. En wat ik wel echt een belangrijke vind, is heel veel collectieven zijn nu eigenlijk bezig met die vraag van, is al wel bij Boeren Natuur ook die visie vastgesteld of die ambitie, we gaan voor het volle pakket. Maar dat hoeft niet voor elk collectief precies hetzelfde te betekenen. Nee. Waar ga je voor? Kijk, je kan zeggen, ik ga ANLB doen en ik doe er een paar projectjes bij, wat bijna alle collectieven al wel doen. Of ga je ook echt zeggen, nou ja, ik ga de volle map doen. Ik ga de volledige gebiedsontwikkeling, alles wat op ons afkomt, gaan we kiezen. En wat ik een belangrijke vind, is dat elk collectief denkt, daar is geen goed of fout in. Wat je daarin kiest, wat je ambitieniveau is, prima. Ik zit alleen maar op het punt, als je een ambitie hebt gekozen, dan zorg ook dat je stappen zet om dat waar te maken. Nou, een ambitie geeft bijna altijd al aan dat iets verder reikt dan waar je nu al zit. Dus dan moet je ook aan de bak. Daar een paar dingen die ik tot nu toe met een aantal collectieven heb gedaan. En wat daar tot leuke resultaten leiden. Dus als je nou die missie en visie wil gaan bepalen, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe ga je nou bedenken, waar staan we voor of waar gaan we voor? En wat een heel leuk effect was, is een soort van analyse die je relatief makkelijk kunt doen, is ga eens intern gesprekken voeren. Ga met je bestuur, maar ook met je werkorganisaties in gesprek. Waar zie jij nou waar we echt goed in zijn als collectief? Waar zie jij nou in waar we nog een stap te maken hebben? Je haalt ongelooflijk veel informatie op die eigenlijk gewoon in je eigen collectief er al is. Dat is boeiend. Wat een hele leuke andere stap kan zijn, is om dat ook te doen met externe partijen. Volgens mij kan elk collectief er zo een paar uit de mouw schudden, waar je zegt, ja, daar werk ik heel veel mee samen. Dat zijn voor mij echt de belangrijkste gebiedspartners. Ga hen ook eens vragen, waar vind je nou dat we heel sterk in zijn? Waar zie je voor ons nou de kansen in de toekomst? Hoe zie je onze samenwerking? Daar komt echt interessante informatie uit. Nou, en dan hadden we natuurlijk dat mooie onderzoek van Lida Dick alles uit 2019. Ja, daar zullen er echt wel wat dingen in zitten waar je zegt, nou, dat hebben we inmiddels al lang opgepakt. Daar scoren we goed bij. Maar dat is ook een bron van informatie over, ja, wat doen we eigenlijk heel goed en waar liggen nog ontwikkelpunten? Dus die kan je eigenlijk in beeld brengen en dan heb je eigenlijk aardig wat voeding voor je missie en je visie. En dan wil ik eigenlijk wel wat uitleggen over hoe je die stap daarna voor naar de strategie kan maken. Ja, dat lijkt me. Op het moment dat je een missie en een visie hebt bepaald, dat is mooi. Dat zijn vaak hele mooie volzinnen over waar je naartoe wil. Maar de truc is om dat op te knippen in iets behapbaars. Dus welke doelen, hè, als je liever in problemen denkt, welke problemen moet je overwinnen om die ambitie die je hebt verwoord waar te maken? En nou ja, dan heb ik gezegd, doelstellingen bepalen is soms lastig, maar als je aan een team of aan een bestuur vraagt, ja, waar hebben we nu eigenlijk last van? Waarom zijn we daar nog niet? Ja, die kunnen mensen vaak zo wel benoemen. Nou, op het moment dat je die doelstelling hebt benoemd, dus wat moet je bereiken om je missie en visie te realiseren, ja, dan kan je op basis daarvan eigenlijk ook wel hoofdstappen destilleren. Dus niet op een niveau, ik moet nu Pietje Puk bellen om dit en dit te regelen, maar echt een niveautje daarboven. Als je dat hebt uitgewerkt, dus je hebt gewoon je doelstellingen bepaald en je hebt een rijtje met hoofdstappen, ja, dan heb je eigenlijk zo een aantal A4'tjes bij elkaar met hier kan ik mee aan de bak.
Dat klinkt heel makkelijk, daar zit een heel stuk voor. maar dat is wel een beetje de afbelroute die je heel goed kunt doen. En in dit verhaal heb ik eentje uitgewerkt zoals we dat bij Fala hebben gedaan voor het aandeel voor de werkorganisatie. Ja, leuk. De aanleiding was eigenlijk precies hetzelfde. Van we hebben we kwamen er eigenlijk achter, ja, de missie en visie die we hebben stammen nog uit 2015, toen we net begonnen. Nou, misschien kan die wel een beetje opgefrist worden. Dus daar hebben we toen ook mede dankzij dat onderzoek en die analyse van Lida een slag mee gemaakt. Ja, en toen kwam er eigenlijk heel helder uit, dat voelden we al wel, maar dat kwam juist door daar scherp naar te kijken heel goed eruit. Ja, die organisatiestructuur die we nu hebben in ons collectief, ja, die is eigenlijk niet meer helemaal passend bij de fase waar we nu staan en vooral niet voor de toekomst. We zijn begonnen met puur ANLB. Nou, daar was de organisatie op gericht en dat ging prima. Maar op het moment dat je gaat zeggen als bestuur ook, ja, we hebben een ambitie om meer te doen dan alleen ANLB, ja, past daar dan je structuur nog wel bij? Nou, bij Fala niet helemaal. We hadden een ongelooflijke toename aan projectwerk. Ik denk, het was fantastisch hoe je dat voor elkaar krijgt zonder reclame maken, dat je zoveel gevraagd wordt voor van alles. Dat is heel leuk. Maar ja, ook daar waren we eigenlijk niet helemaal op toegericht. Nou, toen kwamen we er eigenlijk achter dat, ja, als je gewoon naar knelpunten kijkt, eigenlijk alles lag bij één manager of één ANLB-projectleider, die ook de projecten ging doen, die een steeds groter team moest gaan aansturen. Ja, dat zijn gewoon taken die dan niet allemaal bij één persoon pasten. Het werk waren over, oorspronkelijk hadden we 6 werkgebieden waar alles in was verdeeld. Ja, dat is ook heel lastig om dat te doen in de aansturing. En een hele bijzonder, ja, de hele organisatie was gebaseerd op inhuur en ZZP. Dat is niet per se een probleem, helemaal niet. Maar het matchte niet meer zo goed in het stuk met aansturing. Daar zat nog een agrarische natuurvereniging tussen, waar we als collectief een beetje dachten, is dit nu nog de manier waarop het behapbaar blijft, ook in de stappen die je wil zetten? Nou ja, en daar kwam heel duidelijk van het besluit van een bestuur uit. Tadaa, we gaan voor Fala 2.0. Dus daar hebben we een route voor ingezet met heel lekker een stappenplannetje. Gewoon fijn. Te kopiëren voor iedereen die er is. Ja. Ja, dat is heel fijn. Een hele makkelijke, zeg maar, die input verzamelen. Dat is eigenlijk dat rijtje wat ik eerder ook al wil noemen. We hebben een aantal collectieven gebeld. Nou, daar kijken we wel tegenop. Of die weten we dat ook heel duidelijk een ANV-structuur nog heeft. Daar heb ik gewoon een belrondje mee gedaan. Mag ik van jullie om een aantal van tevoren door het bestuur ook afgestemde onderwerpen gebeld en zeggen, hoe doen jullie dat? En waar loop je tegenaan? En wat werkt en wat werkt niet? Nou, dat onderzoek van Lida erbij. Zo de informatie die je gewoon had uit eigen ervaring. Nou, daar kwam je al een heleboel informatie tegen. Nou, daar kwam eigenlijk een stap 2 met het bestuur over gehad van, ja, zijn we het eens met dat dit de verbeterpunten zijn van ons collectief? Dat ik dat dan niet zelf als toen manager daar vond, maar dat er een gedragen beeld is waar we nog stappen belangrijk te zetten hebben. Is ja, toch handig? Ja. Ja. En daar kwam eigenlijk een soort van wensplaatje uit hoe die organisatiestructuur eruit zou kunnen komen te zien. En dat is wel een nou ja, hoe hebben we dat gedaan? We hebben letterlijk zo'n schema gemaakt van hoe ziet die structuur eruit. En die kent iedereen wel met zo'n fijn bestuurder in en een manager en een projectleider en de rest van het team. Maar een hele belangrijke afweging was bij ons, willen we wel of niet de stap maken naar mensen in loondienst? Ja, dan kan je zeggen, dat wil je wel of dat wil je niet. Ja, maar waarom wil je dat? Nou, we dachten, volgens mij zou ons dat ook financieel een plus moeten opleveren, waarop je dus meer uren voor hetzelfde geld kan doen. Want die overhead is die overhead. En dat hebben we eigenlijk op een soort van 3 stappen berekening gemaakt. We hebben eerst gezegd, nou, wat kost het ons nu? We hebben een x-aantal uren en dat kost een x-aantal bedrag voor de mensen die nu het werk doen. En toen hebben we de vertaling gemaakt, nou, wat nou als die uren in loondienst waren gemaakt? En dan wel een plusje erop, want mensen in loondienst mogen gewoon ziek worden en op vakantie op kosten van de baas. Heel goed. maar dat hoort er wel bij je op als je de reeksom gaat maken. Dus dan heb je eigenlijk scenario 2. En dan de derde variant. Ja, wat nou als je zegt het is loondienst en je doet alles erbovenop. Hè? Je gaat het ideaalplaatje doen. Hoe zou je het eigenlijk willen doen? Ja, dan heb je eigenlijk 3 kostenplaatjes waarop je eigenlijk wel heel goed kan zeggen, je hoeft niet voor loondienst te gaan, ook niet als dat goedkoper is. Maar maak even scherp in beeld, waar zitten de grote verschillen in het geheel? Dus dat op een rijtje gezet. Nou, er kwam een organisatiestructuur uit met ook een advies voor loondienst of niet loondienst. Functiebeschrijvingen, functieprofielen. Nou ja, en dan kom je in de fase van bemensen. Leuk dat we dit willen, leuk dat we daar vacature teksten bij hebben, maar dan moet je nog gaan solliciteren. Waar Fala heel bewust heeft gekozen, alle mensen die voor meer dan 3 dagen een vaste taak hebben, ANLB zagen we als een vaste klus, ja.
daar gaan we eigenlijk voor loondienst. En daar hebben alle mensen in de organisatie het recht gekregen om een sollicitatiegesprek, als ze dat überhaupt zagen zitten, om op daar basis gelijke kansen te geven, of eigenlijk een plusje hebben als je dat zou willen. Maar wel echt duidelijk is gezegd voor de NOB-projectleider of voor de mensen die echt de contracten sluiten in het veld, daar gaan we echt voor de loondienst. Dat zijn blijvende taken. Je kunt gewoon meer uren bieden en daarmee dus meer begeleiding aan deelnemers bieden voor hetzelfde bedrag in de overheid. Nou, dat is een hele duidelijke keuze geweest die Fala heeft gemaakt, wat niet per se zo hoeft. Maar je eigenlijk zo met 6 stappen wel tot een onderbouwde keuze kwam. Waar bestuur achter stond, want er is best wel discussie over geweest. Maar ook de werkorganisatie is meegenomen met, nou, er gaat wel heel wat veranderen in onze organisatie. Dus dat is eigenlijk het hoofdplaatje. Nou, en wat heeft dat opgeleverd? Heel praktisch, voor Fala was dat meer uren voor hetzelfde geld, om het heel onbeleefd te zeggen, terwijl geld dus niet het hoofddoel was, maar wel een hele mooie bijkomstigheid. We denken dat we echt hiermee meer professionaliteit en meer kwaliteit konden leveren. Gewoon ook wat mensen erbij gekregen. Niet allemaal dubbelfuncties gaan organiseren. Niet iemand die ook nog wat financiën doet. Nee, is gewoon een financieel medewerker die daar alle ruimte voor heeft om ook al die projecten erbij te kunnen pakken. Gebiedscoördinatoren die echt hun vast gebied hebben en echt aanspreekpunt zijn voor alle deelnemers. Ja, dat levert een enorme plus op, ook in je zichtbaarheid in het gebied. En waar onze zoektocht echt nog wel een beetje zit, is in die goede samenwerking met de ANV's over de uitvoering. En in het oude systeem leverden zij eigenlijk hun medewerker voor het collectief. Ja. En nu zijn we een beetje met elkaar in het gesprek. Ja, hoe gaan we dat nou zorgen dat we elkaar wel heel dichtbij houden? Ondanks dat er echt aparte organisaties zijn, maar ja, we zijn duidelijk wel met hetzelfde doel. Dus hoe doe je dat op een goede manier? Nou, daar zijn we op weg, maar daar kan ik niet van zeggen dat we dat al perfect op de rit hebben met z'n allen. Daar zijn we met z'n allen met de ANV's ook nog wat zoekende in. Maar als Fala wel overtuigd dat de route die we bewandeld hebben en de uitkomst daar voor ons de juiste was. Ja. Dankjewel, Yvette. Ja. Jeetje. Wat een proces. Ja, best. Daar hebben we ook lang over gedaan. Over dat intensief hele, ook. Ja, dat is echt een. We hebben geen overhaaste. Juist voor al die tussenstappen, echt weer een aparte vergadering om daar besluiten over te nemen. Om ook die bestuurders zijn ook bestuurders van die lokale ANV. Dus je wil wel dat alles, dat niemand het gevoel krijgt, goh, dit wordt me nu in de schoenen gedrukt. Maar dit is de juiste stap voor Fala. Ja, dan moet je daar echt de tijd voor nemen, inderdaad. Maar het sluit ook wel heel erg aan bij wat Peter natuurlijk net vertelde. Over wat voor bestuurder heb je ook voor nodig om zo'n proces te kunnen doen. Hè? Want alle woorden die daar stonden, het ging ook over verbinding. Maar het ging ook over, nou ja, draaf ik de tijd nemen. Het ging ook over heel veel dingen die je volgens mij ook echt nodig hebt om dit proces ook op een goede manier te kunnen doen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat vergt wel wat. Ja. Maar wat ik ook wel heel erg uit jouw verhaal hoor, is wel dat dit dus, nou, doordat je stappen neemt met elkaar, krijg je ook de mogelijkheid om je dus ook met die ambities echt bezig te gaan houden. Ja. Op een efficiëntere manier. En dus uiteindelijk dus meer doelen te bereiken. Ja, we hebben echt mensen meer op een juiste plek kunnen zetten. Waardoor er voor hen ook meer daarnaast nog meer uren beschikbaar waren. Om dan dat bijbehorende doel. Hè. Meer contact met die deelnemers kan nu. Een betere financiële administratie kan nu. Meer inzet op accountmanager kan als je apart een directeur daarvoor hebt. Dus dat zijn wel stappen die. Ja, dat begint in mijn ogen ook echt met een goede werkorganisatie. Dat je die structuur op orde hebt. Dan kan je de rest van de stappen ook zetten. Nog los van dat je daar een goed bestuur bij nodig hebt. Ja, nee, maar dit vergt natuurlijk aan de ene kant. Hè, je ontwikkeling naar zo'n werkorganisatie vergt iets van die werkorganisatie. Maar vergt ook iets van het bestuur. Ja. Hè, want die moeten ook zich anders gaan verhouden voor een deel. En je werkt nu met een directeur ertussen. Dat is ook weer anders. Dus het vergt ook iets van zo'n bestuur om mee te ontwikkelen. Dus ik kan me voorstellen, als je het direct goed inzet. Dat je ook zorgt dat je iedereen meeneemt. En dat iedereen ook moet wennen aan een nieuwe rol voor een deel ook. Hè? Dus dat is wel iets wat ik me heel goed kan voorstellen. Dat en soms wordt het ook niet altijd als een, is dat dan zo'n probleem? Nee. Ik bedoel, soms komt iets pas bij een bestuur als het een probleem is geworden. Maar soms moet je stappen zetten voordat het een probleem wordt. Ja. Maar dan heb je misschien, dat is groot voor ons, misschien ook al niet goed genoeg het bestuur soms meegenomen in de hindernissen die je voortijdig al tegenkwam. Nou, dat dus had je dan misschien al een beetje opgelost. Nou ja, want misschien. Dacht, precies. Komen ze niet daar terecht. Precies. Dus dat is ook wel, daarom denk ik dat je dit echt ook deels samen moet doen. Dat het niet alleen een bestuursafweging is. Niet alleen een werkorganisatie zegt, nou, zo zouden we het moeten doen. Dat is echt een traject samen. Ja, nee, maar dan zie je ook wel weer dat je een collectief bent en dat je een organisatie bent. Het is niet alleen of de werkorganisatie of het bestuur. Het is juist gezamenlijk. Ja. Nou, heel erg bedankt voor jouw input. Ik kijk nog even. Ik zie niet zo snel nog een vraag volgens mij. Maar we zitten al wel bij de pauze ongeveer. Dus ik wilde eigenlijk de mensen thuis even laten zien. Dit is na de pauze gaan we verder met de Mentimeter. Dus pak je in de pauze je mobiele telefoon erbij. En dan kun je alvast deze code
intypen. We laten hem gewoon staan. Dus ik weet echt niet of hij dan in het pauzeplaatje blijft hij staan. Ja, dus dan heb je ook een pauzeplaatje om te zorgen dat je klaar voor zit. En dan gaan we na de pauze verder met iemand vragen in de Mentimeter. En ook een paar dingen die we voor mij verder samen kunnen uitdiepen. Kunnen we gewoon met z'n drie ook het gesprek hier voeren over een aantal onderwerpen. Dus mensen, pak een kopje thee, koffie. Ga je van het toilet en dan gaan we om 3:15 weer verder. Dank jullie wel voor nu. Nou, ik hoop dat iedereen lekker een kopje thee, koffie heeft kunnen pakken. En misschien zelfs een koekje, al is het natuurlijk niet heel gezond. Maar wij hebben geen koekje hier trouwens. Nee, slechte zaak hier, slechte zaak. Maar oké. Okay. Gezonde koekjes zijn er ook. Oké, okay, gelukkig. Misschien doet hij me daar eens in. Maar mensen, wij gaan verder. Nou, we hebben natuurlijk twee inleidingen gehad. En we hebben natuurlijk net van jullie gehoord van, nou ja, wat is eigenlijk de ideale bestuurder? En hoe krijg je dat ook? Dat heb je ook nodig, hè, om je collectief verder te professionaliseren. Maar ook als je het eenmaal hebt en je hebt duidelijke ambitie, visie. Hoe ga je ook zorgen dat het ook gerealiseerd wordt en uitgevoerd wordt door een werkorganisatie die equipped is, zullen we maar zeggen, om het ook te doen. Hè? Want dat is eigenlijk een beetje wat jouw verhaal ook is. En nu hebben we om de discussie een beetje verder op gang te brengen, hebben we wat vragen in de Mentimeter voor jullie. En is al, vier mensen hebben het al door. Dus als je dus ondertussen je telefoon hebt gepakt of een ander apparaat wat je in de buurt hebt, waarin je naar www.menti.com kan gaan, dan typ je die code in, 9534-7638. En dan krijg je een vraag en die kan je dan beantwoorden. Dus in ieder geval, de eerste vraag daarbij is, bestuur is niet zelf doen, maar ertoe doen. Hè? Wat jij ook zei, Peter, natuurlijk in het begin. Van, het is niet de bedoeling dat je met allemaal uitvoeringszaken bezig gaat houden, maar je moet er wel toe doen natuurlijk. Want anders dan heb je zo'n afstand dat mensen bijna vergeten dat je in bestuur zit en gaat het er eigen gang leven. Het heeft ook te maken met focus. Dan kun je echt focussen op besturen. Ja. In plaats van al die andere dingen die in de operatie ook belangrijk zijn. Maar dan kun je dus niet volledig gefocust op het bestuur. En ik kan me ook voorstellen dat het andersom ook heel fijn is voor een werkorganisatie. Want die kunnen zich dan focussen op wat zij moeten doen, namelijk uitvoeren. En niet een soort half ding ook in die eigen bestuur moeten doen, maar die doen het misschien. Hè? Dus het is van twee kanten, denk ik, dat het fijn is. En het is altijd een wisselwerking. Iedereen heeft zijn rollen en taken en verantwoordelijkheden. En als je die goed belegt en goed inkadert, dan kun je er als bestuur ook echt toe doen. Ja. Nee, kijk even ondertussen. Nou, kijk, een paar mensen hebben, gelukkig is iedereen met. Ja. Ik denk gelukkig, maar ik denk mij dat jij gelukkig. Ja, ik ben blij met deze score. Dat mensen het met jou eens zijn. Hè? Ja. Dat is niet, want ik was het wel benieuwd. Dat is wel een beetje jammer dat je nu er niet in de zaal zit. Dat je kan vragen van waarom ben je het mee eens. Maar dit is de basis. Hier gaat het om. Dit is wel de basis. Ook naar de toekomst toe. En ik snap heel goed dat mensen vanuit het bestuur hartstikke leuk vinden om nog iets in de operatie te organiseren. Maar houd dat los van elkaar. Houd dat gescheiden. Want dat komt alleen het bestuur, alleen maar toch en vooral naar de toekomst toe. Want er komt nogal wat op ons af. Ja, en we worden steeds groter en dat betekent nogal wat. Ja, nee, ook qua financiën, qua verantwoordelijkheden. Ja. En natuurlijk wat je natuurlijk ziet is dat we, er waren natuurlijk een gaatjesnatuurvereniging, die natuurlijk echt vanuit vrijwillig opgestart. Ja. Hè? Dus een heel proces natuurlijk al jaren gaan, al tientallen jaren. Hè? En dan krijg je de stap naar de collectieven. En dan neem je natuurlijk ook een stuk geschiedenis mee. Hè? Dus je ziet nog steeds, er zijn echt nog collectieven die in hun bestuur ook mensen hebben zitten, die in de uitvoering zitten. Hè? Die dus ook gewoon meewerken. Met als argument, wat ik op zich ook valide kan me voorstellen. Van, dan zit je diep geworteld in de organisatie. Dan weet je wat het speelt. Ja. En dan krijg je het mee. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij er dan tegenaan kijkt. Want eigenlijk is dat natuurlijk niet helemaal passend bij deze stelling. Nee, nou goed. Kijk, ik zeg altijd met respect van, je bent geen bestuurslid van een ijsvereniging of een schaatsvereniging. Met alle respect voor het schaatsen. Het is echt iets. Het is een voorname organisatie. Die gewoon een aantal miljoen omzet per jaar maakt. En dat moet bestuurd worden. Er moet een stip op de muur gezet worden, samen met de ledenraad. En dat betekent dat je die koers moet uitzetten en uiteindelijk de organisatie in staat moet stellen om met elkaar die stip, dat doel te halen. En dan kun je je niet meer bezighouden met een tasje of een pennetje of wat dan ook maar. Er zijn andere mensen voor. Dat is allemaal heel belangrijk. Want het gaat om die focus. Ja. Dat je daar ook met volle verstand, met dedicated, toegewijd, met de skills die ik benoemde, al die termen. Ja, die hele sheet vol mensen. Dus, dat je daar ook echt op afstand gewoon de juiste keuzes kunt maken. Dat is heel belangrijk. En die voeding met de organisatie, maar daar had je het over. Dat is altijd achter wat ik hoor. Heel, hè? Dat kan ook op een andere manier. Ah, ja. En hoe zou je dat doen? Met elkaar, we hebben in Flevoland hebben we dan 1 of 2 keer per jaar een kleidag, noemen we dat. Dan zitten we met de hele organisatie bij elkaar. En de hele organisatie is dan bestuur en werkorganisatie. Ja, en werkorganisatie. Ja, precies. Bij elkaar om gewoon eens even wat thema's te pakken. Maar ook onder het genot van een hapje en een drankje elkaar beter te leren kennen. De verbinding weer te zoeken. En dan kun je ook ophalen wat er speelt in de operatie. En dat is weer van belang. En dat loopt ook via de manager of de directeur, het bestuur in. Dat je wel de wisselwerking houdt, elkaar informeert.
en op de hoogte blijft, zowel vanuit bestuur naar de werkorganisatie als andersom, van wat er speelt. Dus een soort trechter eigenlijk van, hè? Je hebt een werkorganisatie en een bestuur en je hebt natuurlijk dingen die je samen doet eigenlijk. Hè? Ja. Of misschien niet een trechter, maar iets van een soort vorm waarin je wel verbinding met elkaar legt, maar niet elkaar in elkaars... Je moet elkaar voeden, maar je moet schoenmaker blijven bij je lezen. Je moet elkaar voeden, maar je moet wel datgene doen waar je voor opgesteld staat. Hè? In bestuur dan wel in de werkorganisatie. En heeft de WBTR nog iets veranderd in dat er dingen meer of minder mogelijk zijn? Die nieuwe wet bestuur en toezicht wegpersonen, die geldt sinds vorig jaar 1 juli uit mijn hoofd. Ja, en die zet dat soort zaken ook... als je het hebt over kaders, heel strak neer. Ja. Dat je als bestuurder je eigenlijk niet meer mag bemoeien met zaken die in de operatie spelen. Omdat in het verleden ook zaken zijn gebeurd. Hè? Op schaatsen en ijshockey en hockeyverenigingsniveau. wat gewoon niet meer kan. Nee. En het gaat uiteindelijk om geld en dat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Of keuzes die uiteindelijk beladen zijn vanuit persoonlijke belangen. Of dat je in de operatie andere contacten hebt waarbij de dingen... gebeuren die uiteindelijk het bestuur niet ten goede komen. Het gaat om het belang van die coöperatie. En dat belang moet je in het bestuur gewoon helder voor ogen hebben. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus altijd blijven handelen als bestuur in het belang van de coöperatie. En daar hoort een combinatie van rollen en taken, verantwoordelijkheden, strategisch, tactisch, operationeel, dat past daar niet meer bij, volgens de wet. Nee, wet verplicht ons min of meer. Ik hou niet zo erg van het woord verplichting. Ja, nee, maar er is een wet. Als we ons niet aan de wet houden, dan zijn we strafbaar. Ja. En zolang het goed gaat, is er niks aan de hand. Maar zodra er iets mis is, dan kan dat toch wel drastische gevolgen hebben. Dat moeten we allemaal voor zijn. Ja, nee dat is niks op wat is. En ik denk ook met die wet, als je daar aan houdt, nog los van wat die wet zegt, je bent ook verheven boven enkel twijfelen over dit soort dingen. Ja. En is nooit twijfel, want je bent gewoon bestuurder, werkorganisatie. Dus je kunt ook die rollen, heb je dan ook scherp. Ja. En dan ben je ook gewoon, oké, dat is helder. Even kijken, laten we de volgende vraag doen. Wij zijn als bestuur al verder geprofessionaliseerd. En dat is eigenlijk een beetje met het idee van... je kan kiezen tussen, wij zijn al... terugkijkend naar je collectief, waarvoor je staat. 2016, nu ben je inderdaad al verder geprofessionaliseerd. Dan zeg je van, volledig. We zijn er echt, ik ben helemaal klaar mee. Klaar voor, kan je ook zeggen. Het is een kleine bespreking. Deels, dat je zegt, we zetten wel stappen, maar we zijn er nog niet. En eigenlijk van, eigenlijk zijn we hier nog niet echt mee bezig. We zijn nog niet aan toegekomen eigenlijk. Maar dan zitten ze waarschijnlijk al niet naar deze webinar te luisteren. Want dan ben je al stappen aan het zetten. Ja, dus dan mag je deels zetten. Ja, dan mag je deels zetten. Ja, dat is goed, hè? Ja, nee, gaat dat is goed of fout? Gaat het met jezelf? Zelf helder hebben, waar sta ik nou? Ja. Als ik het verhaal heb gehoord, waar sta ik nou? En er zijn in ieder geval een paar mensen die nog wel moeten invullen. Daar zijn mensen niet mee bezig. Want er waren net een stuk meer mensen die hadden ingevuld. Hadden we er nog? Ja, 10. En ik ben ook wel benieuwd of mensen inderdaad volledig. Want het is ook best natuurlijk een volledig. Maar je bent eigenlijk natuurlijk nooit klaar met zoiets. Nee. Hè? Het is natuurlijk een proces wat continu natuurlijk eigenlijk wel doorgaat. Alleen kan je op een gegeven moment een grote stap zetten. Heb je wel even pauze. Goed, maar stel je voor dat er iemand tussen zit. Dat ben ik gewoon reuze. Zeker. Mag je wel even contact nemen. Ja, dan willen wij daar. Gaan we voor de best practice. Ja, dan hadden we hier moeten zetten dan. een van de dingen. Je ziet eigenlijk een beetje dat in ieder geval wel veel mensen mee bezig zijn. Ja. Ook mensen die nog niet mee bezig zijn. Dus ik hoop ook dat dit dan de inspiratie is. Want dat is eigenlijk natuurlijk waar dit voor bedoeld is. Ja. En een van de vragen die ook al eerder werden gesteld, ook in de chat net bij de eerste ronde. En wat jij ook wel een beetje aanstipt, hè, Yvette. Was natuurlijk iets in het professionaliseren van je collectief. Die relatie met die ANV's. Dat is natuurlijk wel een... Ja, we hebben dat. Ik bedoel, er waren ANV's. Zijn nog steeds. Je hebt het collectief opgericht. En er zijn ook in die overgangsfase, zullen we zeggen, waarin we nu een beetje zitten. Nu heb je ANV's, je hebt collectieven. Hoe ga je met elkaar om? Collectieven hebben zich natuurlijk best ontwikkeld de laatste jaren. En veel taken zijn denk ik ook wel toch bij collectieven terechtgekomen vaak. Hoe ga je daar nou mee om? En ook de vraag was die wij ook kregen net van ook, we hebben het over bestuurders. Hè? We zeiden al van het is een ideaal plaatje, maar hoe krijg je die bestuurders? Maar ook als je afspraken hebt met je ANV bijvoorbeeld over een bindende voordracht of zo. Wat kun je dan als collectief en ANV, die relaties? Ik ben wel benieuwd. Kan je iets over zeggen, Peter, hoe dat in Flevoland gaat? Kijk, die ANV's hebben het uiteindelijk mogelijk gemaakt om het collectief op te richten. En het gaat erom, als je het hebt over het collectief, dat je voldoende, dat je kwalitatief goede bestuurders hebt. Kwaliteit, daar gaat het om. En het is natuurlijk heel mooi dat je vanuit de gebieden die het collectief bestrijken, dat je toch een beetje een eenvoudige vertegenwoordiging hebt. Maar ik ga liever voor iemand die de belangen van het collectief behartigt, die gewoon voldoet aan het profiel zoveel mogelijk, dan dat je een bindende voordracht hebt vanuit de ANV's. Het gaat om kwaliteit van besturen
En het belang van de ANV moet net zo zijn als het belang van het collectief. Dus persoonlijk zou ik daar dan voor gaan. Ja, dus je zegt ook van als je als bestuurder bent, je bent ook bestuurder van het collectief. Ja. Als je ook in het bestuur van het collectief gaat, dan ben je ook niet. Het zijn twee dingen. Aan de ene kant van hoe krijg je zo'n binnen de voordracht en hoe ga je daarmee om. Maar ook als je eenmaal vanuit een ANV een kwalitatief goed persoon hebt in je collectief bestuur, hoe zit je daar dan? Hè? Ja. Want dat hoor ik ook wel vaker. Van zit je dan toch nog met in het achterhoofd eigenlijk vanuit het collectief in het bestuur en behartig je de belangen van het ANV dan in het bestuur van het collectief? Terwijl je het eigenlijk zit namelijk. Gewoon als bestuur van het collectief. Uiteindelijk, dat is ook iets anders, hè? Uiteindelijk loopt dat lijntje wel zo. Dat merk ik in Flevoland ook. En daar is niets mis mee. Dat je uiteindelijk voelt als belangenbehartiger. Hè? Als de roots in de oorspronkelijke ANV. Maar uiteindelijk moet je de slag maken dat je als bestuur er voor het collectief bent. Ja, dus precies. Voor de allen. Dus een stukje weer een stukje besef en bewustwording. Ja. Dat je niet... Maar dat gaat tijd overheen. Dat kost tijd. En dat moet je ook niet te veel forceren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het belangen van het collectief behartigt. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg jij van, nou, het is van belang dat je goed kijkt naar de kwaliteiten. Ja. Dat is natuurlijk, als je als bestuur zegt van als collectief willen een professioneel bestuur hebben, dan moet dat natuurlijk voorop staan. Ja. En natuurlijk is het ook belangrijk om de relatie met natuurlijk de deelgebieden te hebben. Maar dat kan je natuurlijk op verschillende manieren realiseren. Want er zijn ook collectieven, die hebben alle ANV's opgeheven. Ja. Dat betekent niet dat zij geen binding meer hebben met het gebied, maar dat ze het op een andere manier organiseren. Dus dat is denk ik een beetje de zoektocht. Ja. En bij VARA zeg je ook van, nou, daar zie ik ook die zoektocht. Is dat een beetje zo'nzelfde... Ja, we merken toch wel in Gelderland, maar ook wel in Overijssel, daar zitten gewoon best nog veel sterke ANV's. Die, onbeleefd gezegd, daar waar altijd weidevogelbeheer de kern van de ANV was, is heel vaak die ANV collectief geworden. Of daar hebben ze gewoon heel veel verloren. Want dat weidevogelbeheer is heel naar het collectief gegaan. Als je naar wat meer de zandgronden gaat, dan hadden die ANV's een hele andere rol. Ja, zeker. Dus daar is ook nog een groot deel van die rol is over. Los van het feit dat het ANOB, dus het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, gewoon naar collectieven is gegaan. Maar waar de zoektocht dan wel een beetje is, ja, hoe ga je dat nu doen? Hè? Welk werk blijft daar nog over? Dus ja, ik denk eigenlijk altijd dat het verhaal wat ik in het begin deed met dat missie, visie, strategie, is niet specifiek iets voor collectieven. Dat speelt eigenlijk voor die ANV. Dat geldt voor die ANV eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus een gegeven feit dat nu het ANOB door collectieven wordt uitgevoerd of de verantwoordelijkheid daar ligt. Ja, ga nu zelf kijken met wat betekent dat voor mijn organisatie. Ben ik nog nodig? Misschien is je conclusie wel, nou, dat doet nu het collectief perfect. Dat zie je dus bij sommige plekken, want er worden ANV's opgegeven. Ja, en er zijn... Bij collectief. Nou, en er zijn in de Achterhoek bijvoorbeeld bij VALA heel veel ANV's die pakken echt een hele goede rol in de contacten met de gemeente. Ook in een soort van belangenbehartiging voor in de volle breedte voor natuur en landschap en natuurinclusieve landbouw bij gemeenten. Ja, dat is niet een rol die ik VALA of die waar VALA heel snel van zegt, ja, die willen wij met individuele gemeenten. Maar het is wel een zoektocht van, ja, wat ga je dan doen? En wat doe je voor je eigen organisatie en waar zijn de gezamenlijk belang? Want het is niet altijd één op één. Hetzelfde, ja, dan is dat wel een zoektocht. En ook bestuurlijk, van waar is je zeggenschap nog over wat er gebeurt in het gebied. Nou, dat vind ik wel spannend. Misschien is dat wel de doorontwikkeling van de komende beheerperiode, om daar een goede weg in te vinden, waar alle partijen dan ook tevreden zijn met die uitkomst. Ja, ik vind het ook een mooi dat je zegt, want het natuurlijk is... Ik probeer ook dingen een beetje systemisch te bekijken, hè? Van hoe zit het systemisch in elkaar en wat klopt? En dan zeg je, ik kan me heel goed voorstellen, je had ANV's en je hebt natuurlijk nu collectief. Nou, dat moet even wennen aan elkaar en hoe ga je tot elkaar verhouden? En dat is denk ik iets in wat je zegt, dat is wel de fase waarin we langs van het komen. Van, ja, je eigen bestaan zegt, het bestaan van de ANV, hoe ga je daarmee om? En ook ANV, je had het net over het zoeken van bestuurders. Dat is best een uitdaging. Je hebt het over collectief. Ja, nou, daar staan over de ANV. Ja, dat zal niet makkelijker zijn. Dat is ook een argument om nogmaals, het gaat niet om goed of fout, maar daarom, om dat wel goed helder te hebben van jongens, laat het meespelen in het rijtje overwegingen bij het benoemen van bestuursleider op collectief niveau. En ook hoe richt je, ik zit ook hard op te denken, van hoe richt je het natuurlijk ook in op zo'n manier dat het past bij hoe gaan we uiteindelijk onze doelen zo goed mogen bereiken en wat past daar voor structuur bij? Structuur is geen doel op zich. Ja. Dat moet natuurlijk een middel zijn in wat je het eigenlijk met elkaar wil bereiken. Dus dat is denk ik ook wel een belangrijke, misschien voor mensen van doel en middel, soms wordt het door elkaar gehaald. Er wordt bijna een doel op zich om iets in stand te houden of zo. Of iets om, het middel mag nooit een doel op zich zijn. Nee, maar dat is natuurlijk wel iets wat soms kan gebeuren. Dat, kan. Dat je dan denkt van, hé, hoe ga ik daarmee om? Dat is natuurlijk wel een spannende. Ja, en dat maak je denk ik meer inzichtelijk als je dus gaat nadenken over die vraag van waarvoor ben ik op aard? Als je die vraag gaat stellen, komt daar een antwoord uit waar je vanzelf, of je nou wil of niet, daar kan je bijna geen oogkleppen op doen van, ja, maar ben ik eigenlijk de enige partij die dat kan doen? Of is dat
in dit voorbeeld eigenlijk het collectief nu al gewoon. Misschien is er dan wel een ander doel waarvoor je nog kan zijn of wat past. Maar die vraag stellen kom je wel vrij snel bij de kern, denk ik. Ja, de why-vraag. Ja, maar dat is wel een spannende vraag om te stellen. Ja, als je, want misschien betekent het wel, daar heb ik dan de laatste paar jaar nog mijn tijd in gestopt. Dat is spannend. Maar ik denk echt zelf dat de komende jaren wel gaat spelen. En ik denk ook dat collectief daar een hele, hele positieve rol in kan vervullen. Ja, zeker. Want dat kan je samen doen, dat kan je faciliteren. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ja, dit is wel een spannend proces. En, ik denk dat het collectief inderdaad heel slim is om het wel te faciliteren. En ook om te kijken van, oké, wat is dan jullie why-vraag? Onze why-vraag. En ook hoe kunnen we dan samen kijken hoe we uiteindelijk verder komen. Want ANV zijn natuurlijk, doen nog steeds heel veel goede dingen. Hele goede binding met de streek. Dus hoe ga je dat wel ook borgen? Zullen we zeggen? Ja. Ik moet een nieuwe computer omver gooien. Laten we doorgaan naar de volgende vraag, mensen. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk de vraag waar jij natuurlijk ook mee bezig houdt. En heb je als collectief ook een uitvoeringsstrategie voor de komende jaren? Dus heb je plan op orde? Dat is eigenlijk dan gaan we dan even vanuit. Maar ook heb je een plan over hoe je dat dan gaat doen? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen met elkaar? Nou, je kan kiezen ja, we zijn er heel serieus mee bezig. Mwah, er ligt wel iets ergens in de kast. Nee, lijkt me ook niet echt nodig. Nee, maar het zou eigenlijk wel zinvol zijn als we het wel zouden hebben. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, nou kijk. Mooi man. Ik zie al, dit is... zijn er serieus mee bezig. En dat moet ik ook wel zeggen, dat ik dat best wel vaak hoor, ook van collectieven, van ja, hoe ga ik nou dit doen? Dus we zijn er echt mee bezig van, ja, we hebben mooie plannen, willen het allemaal realiseren, dus hoe gaan we nou zorgen dat we het ook inderdaad gaan realiseren? Hoe gaan we onze organisatie op orde brengen? Dan zou ik mensen zeggen, van, nou, het lijkt me nog niet nodig. Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd naar van, waarom? Want jij zegt, het is wel nodig. Ja, ik denk als je... Kijk, tenzij je al zegt, ik had die ambitie die ik heb verwoord, daar zijn we al, hè? Dan snap ik dat je zegt, ja, waarvoor schrijf ik dan een strategie? Ja. Maar op het moment dat je een ambitie hebt verwoord waar je nog niet bent, dan denk ik, ja, dan kan je heel hard blijven roepen, oh ja, we moeten dit nog doen. Maar het helpt, om dat hoeft geen boekwerk te worden waar je misselijk van wordt. Maar het scherp in beeld krijgen, welke hoofdstappen moet ik doen, maakt het veel scherper om als bestuur op te sturen. Ja. Ja. Zetten we dan ook de stappen? Ja. Om opdrachten uit te zetten bij een werkorganisatie. Ik maak jou verantwoordelijk voor dat onderdeel van het totaal. Dan kan je het ook een beetje programmatisch aan gaan pakken dat je daar gaat komen in de, wat voor termijn je het bestuur daar ook voor kiest. Als je dat niet doet, dan blijven het allemaal dingen die vooral in mensen hun hoofden zitten. Oh ja, hier moeten we ook nog wat mee. En dat is een stuk lastiger om dat dan om te zetten in realiteit, is mijn ervaring. Ja, en ook als je natuurlijk iets op papier hebt staan en afspraken en heel bewust met elkaar doorheen bent, gaan door het hele proces, dan kun je het ook vaker even erbij pakken. Dan kun je het ook gewoon, welke stap hebben we dan gezet en het iedereen doorleeft. En dan is het en het is ook vaak nog zo, als je iets roept naar elkaar, dan roep je dat en zeg je dat. Ja. Maar staat het op papier, heb ik dat gezegd? Oh ja. Toch even een andere, dimensie. Dan zit wel iets echt extra bij dan. Ja. Hè? Ja, en ook als je het in een AOV hebt afgesproken of ergens hebt vastgelegd, dan is het wel de waarheid, zou ik zeggen, waarmee je aan de slag bent. Dat is toch anders dan dat je het... En het kan ook een bron zijn om in je begroting gewoon afspraken te maken. Die zegt, hey, we gaan deze stappen zetten. Ja, best bestuur, daar heb ik ook iets voor nodig om dat te kunnen doen. Waar ga je dat doen? Uit de losse pols dan roepen, we gaan nog zo'n bedrag voor de doorontwikkeling neerzetten. Ja, dat is toch prettiger om dat te doen op concrete doelen, waarop je kan zeggen, daar hebben we dan dat en dat voor nodig. Dus ik denk dat het echt helpt om ook dan beweging te krijgen in wat je benoemt. Maar ik ben heel benieuwd of die club die zegt, is niet nodig. Of dat misschien dus inderdaad een collectief die zegt, wij zijn gewoon al zover. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus als degene die dit heeft ingetypt, dat kan intypen in de chat, dan gaan we dat zo zien. Ja, dat lijkt me dat niet heel goed kunnen. Oké. Ik denk de volgende vraag. Ja, dit is natuurlijk ook een open vraag, mensen. Want een van de dingen die we ook, zoals we het nu proberen, door het gesprek te voeren, mensen te inspireren, mee te nemen. We hebben natuurlijk ook allerlei online bijeenkomsten georganiseerd. En we kunnen natuurlijk ook binnenkort weer gewoon fysiek bijeenkomsten organiseren. We kunnen aan de slag met cursussen, trainingen, andere dingen van... Van wat kunnen we ook doen om dit te ondersteunen? En de hulpvraag, het is niet altijd voor iedereen even makkelijk om die te stellen. Nee, precies. Maar die mag echt gesteld worden, want het is in het belang van jezelf en ook in het belang van je collectief. Ja. Het gaat om dit soort strategische keuzes. En wat je ook wel ziet, wat wij natuurlijk ook vaak terugkrijgen, is dus jullie mogen gewoon gaan typen, mensen. Dus kijk, dat soort dingen. Dus fysiek, niet online. En ik ben ook benieuwd naar welke onderwerpen dan. Ja, en nog los van de vorm. De vorm, maar ook van wat voor type onderwerpen... Heb je dan behoefte aan om met elkaar over te hebben, een training in te krijgen? Het kan van alles zijn. Dus ga gewoon lekker. Los. Je mag ook meerdere dingen intypen. Alles is goed. Sowieso goed. Wat ik nou zeg net natuurlijk, ben ik het natuurlijk weer kwijt. Nee, weet ik echt niet. Maar maakt niet uit. Een van de dingen waar we...
inhoud besturen. Kennis delen. Ja, want ook voor die ben ik dan meteen benieuwd. Wat voor kennis zou je graag gedeeld willen hebben? Kijk, even als voorbeeld voor waar Fala mee aan de slag ging in de uitvoeringsstrategie. En die toen benoemd, zat bijvoorbeeld een aantal ICT-onderdelen bij. Nou, daar hebben we nu een heleboel van op de rit. Van facturen accorderen tot aan de beroemde digitale handtekening onder de contracten. Ja. Dat worden allemaal, maar op het moment dat je zegt van, nou ja, dat is het onderwerp waar we nu de slag in willen maken. Ik kan me voorstellen dat het dan heel makkelijk kan zijn voor Boeren Natuur om het te organiseren. Daar gaan dan collectieven naartoe die of al iets hebben en dat willen delen, want daar zijn ze heel erg tevreden over. Of die misschien wel zeggen, ja, wij lopen ook tegen die vraag aan, dus kunnen we gezamenlijke vraag stellen waar we behoefte aan hebben. Want dat is continu een beetje de zoektocht, denk ik. Als je zegt, ik wil kennis hebben, kennis waarover? Of geschikte literatuur, over welk onderwerp? Anders is het heel lastig. Ja, dit zijn vragen aan ons weer, hè? Ja, ja. Kijk, dit zijn dingen van... Ja, dus echt de vorm heel duidelijk. Ja, dus het is fysiek, we moeten kennis delen. Nou, natuurlijk ook literatuur en tips daarbij kunnen allemaal geven. Maar wat zijn onderwerpen? Gaat het over bijvoorbeeld... profielen van bestuurders, gaat het over... En we willen meer weten over welke ondersteunende systemen je andere collectieven gebruiken, bijvoorbeeld om hun financiën op orde te krijgen. Het kan van alles zijn, hè? Van hoe doe je het met ledenvertegenwoordiging? Ja, precies. Belangenbehartiging van de leden, via een AOV. Of een ledenraad. Ja, ook die relatie met die ANV's. Dat lijkt me ook een onderwerp waar je echt nog eens een keer wat langer met elkaar over kunt hebben, van hoe verschillende collectieven het hebben georganiseerd. En dan kan je misschien verschillende modellen met elkaar delen. En dan gewoon kijken van wat je dan tegenkomt ook in die doorontwikkeling. Dat lijkt me ook echt een onderwerp waar we gewoon nog eens een keer... En mijn ervaring is ook, want ik had het niet voor niks, het woordje bewegen ertussen staan. Het gaat om beweging, het gaat om actie. Ja. Dus je kunt heel veel lezen en dat helpt. Dat heb ik ook, heeft mij ook geholpen. Maar je moet het uiteindelijk gaan doen. En het kan best zijn dat je zegt van, nou, we gaan hier ietsje die kant op. En uiteindelijk kom je ergens. Dus met elkaar in de actiemodus, met elkaar... Stappen zetten dus. Stappen zetten. Ja, dus met elkaar in gesprek gaan. Ja. Gewoon gesprekken overvoeren. Dan ga je uit... want ik zei, things become real in the consequence. Hè. Je kan dingen bedenken, maar uiteindelijk het gaat pas echt wat doen als je wat gaat doen. Hè. Ja. Als je een stap zet. Ja. Je kan bedenken dat je stap gaat zetten, maar als je niet zet, dan gebeurt het eigenlijk. En doe het gewoon maar eens even in een informele setting. Hè. Begin maar eens ergens. Ik noem het altijd een beetje de been op tafel sessie. Ja, precies. En jongens, wat willen we nu precies? Wat is ons bestaan, zeg? Waar willen we naartoe? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen om daar eens mee te beginnen. Ja. En dan ontstaat er energie. Tenminste, dat is in vele gevallen is dat mijn ervaring. Er ontstaat energie. Dus ontstaat er duidelijkheid, wordt het concreter. En dan kun je zeggen van jongens, we gaan de volgende stappen zetten. Maar ik moet ergens beginnen. En misschien ook nog even gewoon een vraagje. Want waar mensen misschien tegenop kunnen zien, is dat ze zeggen, dat weet ik niet precies hoe dat moet en zo. Maar jij hebt bijvoorbeeld echt ingehuurd door Fala om daarbij te helpen, hè? En voor mij als collectief Flevoland weet ik ook dat jullie Flevoland collectief ook al meerdere keren iemand hebben ingehuurd om jullie te begeleiden het proces. Dus wij krijgen af en toe ook wel vragen van collectieven van weet jullie mensen of namen of tips? Nou, dus kan ook die mensen zijn er. Die zijn er. En dan helpt het natuurlijk ook alweer als we dat soort kennis kun je ook delen. Hè? Van goh, wie heb jij gebruikt om te helpen bij het proces? Of, want die weet al iets van collectieven dan af. Hè? Ja. Dus dat is dan misschien makkelijker. Dus ook dat soort tips en trucs kunnen we denk ik ook gewoon delen. En ook wat je ook al zei van mij, we zijn natuurlijk geen concurrent of zo. Dus je kunt ook gewoon prima gewoon dingen met elkaar delen. Ja. Niemand is dus gewoon veilig via internet of op een andere manier om gewoon daarmee... En daarover in gesprek te gaan, dan ontstaat er een bepaalde behoefte. En het gaat uiteindelijk om niet om datgene wat iemand hardst omschrijft, maar wat je echt nodig hebt in de fase waarin je zit. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Ja, ik zit even te kijken, want we krijgen dus ook wat vragen. Dus ik moet ook even toe daar... Dus typ gewoon door, hè, jongens. Er staat hier van iemand die vraagt van, ja... We moeten eigenlijk allemaal oppakken. Hè? We hebben ANLB met de uitbreiding naar klimaat. Maar ook de gebieden rondom Natura 2000. De NSP, Nationaal Strategisch Plan. Nou, dan komt er nog bij het NPLG. Nationaal Programma Landelijk Gebied, stikstof. Hè? Zo van, blablabla. De komende jaren vragen, hoe gaan we omzet van natuur inclusief een landbouw maken? Zo van, alles. En ik denk dan, dat is allemaal zo. Maar eigenlijk grijpen heel veel dingen in elkaar. Het, het lijken allemaal verschillende dingen. Maar uiteindelijk gaat het om boeren, deelnemers in jouw collectief... die een stap zetten naar natuurlijk die landen waar al deze dingen dan ook geld voor regelen en instrumenten om die stap te zetten. Maar ik kan me voorstellen dat mensen een beetje afschrikken. Hè, je hoeft denk ik ook niet altijd de vooroploper te zijn, hè, die alles al weet en dat gaat uitdragen. Het is al heel wat als je als collectief zegt, hey, die vraag wordt vanzelf gesteld, namelijk of je daar een rol in wil spelen. Dat gebeurt overal. Er gaat alleen dit jaar al heel veel helder worden over het hele NSP-verhaal, hè, over hoe dat samen gaat komen.
je hoeft niet altijd helemaal vooraan te staan en het al uitgewerkt hebben, terwijl bij iedereen eigenlijk nog is, nou, we weten eigenlijk nog niet, daarom gaat iedereen morgenmiddag, denk ik, naar die webinar zitten kijken. Precies. Dus volgens mij is dat niet zo erg. Gaat het er meer om, sta je in de basis open om die rol te pakken als die komt? En dat hoeft ook niet per se, nou, dan gaan we dat morgen allemaal perfect uitvoeren in het gebied. Het gaat meer over, letterlijk die ambitie heb je. Welke ambitie heb je als collectief? En dan komt een heel groot deel van die antwoorden en die informatie die je daarvoor nodig hebt vanzelf wel. Want die heeft niemand nog perfect op een rijtje op dit moment. Maar één ding is wel duidelijk, dat het allemaal veel verder gaat dan het ANLB. Ja. En wat er allemaal precies op ons afkomt, dat weten we niet. Maar we hebben er wel een beetje inschatting van. Want ja, natuur en natuurlijk inclusief landbouw en klimaat en biodiversiteit, allemaal belangrijk. Maar dan moet je daar wel klaar voor zijn als organisatie. Ja, dat is eigenlijk wat je kan doen. Eigenlijk weten we, als de helft ervan al waarheid wordt en bewaarheid wordt, dan betekent dat al heel wat. We zien natuurlijk al letterlijk in het NSP dat het budget voor ANLB groeit. Ja. Nou, de verwachtingen zijn in het Nationaal Programma Landgebied dat de budgetten nog veel verder gaan groeien. Ja. Dus links of rechtsom, al wordt maar een deel daarvan bewaard, zal je toch stappen moeten zetten. Dus dan moet je organisatie, dan moet je weten wat je bestaan zegt. Dan moet je weten wat de stip op de muur is. Dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk boeren hebben die bij je aansluiten. Ja. Dan moet je klaar voor zijn. Nee, dus... als je zoekt van, we willen een verdubbeling van een aantal leden. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar wat betekent dat dan voor je? Dat dan? Ja, dat is een hele heldere doel, hè? Een ambitie. Moet je wel je organisatie verklaren. En daar kan je een heleboel stappen al voor zetten, zonder dat je nu al vier mensen moet inhuren, terwijl je daar nog geen middelen voor hebt. Maar juist nadenken over hoe zou dan die organisatie eruit... Ga maar eens schetsen over hoe dat plaatje er dan uit zou zien. En ga maar bedenken over waar kun je het groeimodel aangaan. Dan ben je al heel andere stappen aan het zetten dan wachten tot het er is en dan in beweging komen. Je kan daar best een hoop vooruit zijn eigenlijk. Want het denkwerkje is echt spannender dan uiteindelijk die vacature de deur uitzetten. Ja, de stappen daarvoor. Ja, en hoe veel groter ook in tijd en in energie en wat vraagt dat van je organisatie is echt anders dan die laatste besluit. En nu is het zover, nu gaan we... Precies. Maar je weet dat die vraag gaat komen, dus doe dat denkwerk nu alvast. Ja, dat is eigenlijk een beetje jouw oproep, denk ik. Ja. En dat is ook het proces wat jij denk ik ook heel duidelijk beschreef. Van, denk daar dus nu al over na, ga al die stappen doorlopen met elkaar. En dan zie je wel wat er dan moet gebeuren en waar je dan op uit gaat komen. Of wat je misschien wel zegt, dat kunnen wij prima met onze organisatie. Ja, prima, maar dan kan je dat ook loslaten, dat je weet, daar zijn wij al klaar voor. Nou, perfect. Ja, dan wacht je gewoon totdat die prachtige boerennatuurcursus komt over dat thema inhoudelijk. Ja, maar dan heb je de rest al klaar. Ik zie daar een vraag van leden of ledenvertegenwoordiging. Hoe maak ik daar een keuze in? Ja, dat is ook het gesprek aangaan. Maak er een praatgroep, een gespreksgroep. Ga dat bespreken met elkaar. Betrek daar een paar leden bij. Betrek daar bestuur bij en ga kijken van, joh, wat is nou voor ons de beste vorm? En de plus en min op rij, ledenraad is in die zin wat praktischer, wat makkelijker. Dan kun je wat makkelijker stappen, maar een algemene ledenvergadering is ook een optie. Het gaat niet om goed of fout. En je moet ook de voor's en tegens bij elkaar opwegen. Hoe groot ben je als collectief? En dat het ook meespeelt. Ga daar het gesprek over aan. En wat wil je zelf? Waar heb je zelf behoefte aan? Wil je slagkracht? Wil je stappen zetten? Heb je tijd of niet? En die leden, die zijn het allerbelangrijkste. Die vertegenwoordiging moet gewoon goed op orde zijn. Die relatie met die leden, daar draait het op, hè? Dus eigenlijk die leden bepalen zelf hoe die vertegenwoordiging is. En dan kunnen ze daar wel in helpen. Ja. En ik denk wat jij ook zei, Yvette, is dat je dus ook in aanloop naar jullie zeggen strategieën voor uitvoering, dat je ook met andere collectieven hebt gebeld. Dat je ook geïnformeerd hebt. Want iedereen moet het op een andere manier organiseren. Ja. Wat zijn de plus en minnen? Wat ervaar je? Ik denk dat dat ook iets is, en daar kunnen we natuurlijk als boeren natuur ook nog in faciliteren. Juist om dit soort onderwerpen, als ledenvertegenwoordiging, relatie met de ANV's, nou, zo kan je nog meer dingen bedenken. Daar gaan we gesprekken over voeren, dan kan je gewoon elkaar inspireren. En kan je daarna zelf naar je eigen collectief om het te gaan doen. Ik bedoel, dat is prima. Maar dan heb je wel wat bagage. En zonder leden geen coöperatie. Dus in leden, dat is het allerbelangrijkste. Dat moet je op een goede manier moet je dat ingeregeld hebben. Daar moet je de tijd voor nemen. Ja, nee, dat is cruciaal in elke coöperatievereniging. Ja. Dat is de basis, hè? Dus dat is het eigenlijk. Ja. Okay, voor mij hadden we niet nog meer vragen. Dus kijk nog even of er nog vragen zijn in de chat. En dan kijk even. Ja, nog één iemand zie ik hier de vraag, maar een beetje een basisvraag van een niet-agrariër of niet iemand die dus nieuw is in deze wereld. Die zei, richt boerentuur zich alleen op de collectieven? En waarom zou je het onderscheid maken tussen ANV en agrarisch collectief? Nou, Evelien, succes met dat antwoord. Ja, precies. Nog een vraag voor jou bewaard, Evelien. Ja. Nou, kijk, boerennatuur is een vereniging van de 40 collectieven. Hè. Dat zijn onze leden. En hoe collectieven dat dan weer georganiseerd hebben binnen hun collectief met ANV's of niet, dat is aan het collectief zelf.
En we zijn niet een vereniging van zoveel ANV's. Dat is dan, hè, dat zou een andere vereniging zijn eigenlijk. En natuurlijk is het zo dat er ANV's, architectuurverenigingen al veel langer natuurlijk in Nederland zijn. Die zijn er nog eens. En eigenlijk vanuit die eerste stap in professionalisering van het architectuurwezen zijn ook de collectieven ontstaan. Dus ook, ik zie dat als een soort doorontwikkeling. En uiteindelijk, ik weet ook niet waar het gaat eindigen, maar je ziet wel dat er stappen worden gezet. En als Boer Natuur richten we ons op die collectieven, maar dat is ook, hè, we zijn natuurlijk ook, de collectieven zijn opgericht, hè, vanwege de stappen ook in het agrarisch natuurlandschap weer. En dat is ook waar als Boer Natuur ons natuurlijk voor de leden eigenlijk allemaal diensten, hè, zeggen, hebben eigenlijk op het gebied van A en B. En ook wat breder natuurlijk ook, natuurlijk inclusief allemaal in wat bredere zin. Dus het is ook logisch dat wij ons tot die collectieve verhouden, dat zijn eigenlijk de dingen waar wij ook de dingen voor doen. ICT, kennis, et cetera, dat gaat toch over die collectieven. En daar dus zit best wel eens informatie bij, bijvoorbeeld destijds met de AVG. Nou, dat was prachtinformatie. Die hebben we als collectief weer gedeeld met de ANV. Van, hey, maak gebruik van het werk dat verzet is. Ja. Dus in die zin... Maar dat zijn jullie collectieven, prima. Dat is natuurlijk logisch. Ja. Maar dat is dus niet iets als boerentuur. Ik heb ook geen... Ja, ik weet toevallig, dan weten we wel hoeveel ANV's er zijn. Het heeft om met de verzekeringen te maken. Maar dat is eigenlijk het enige waar ik tegenkom eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ik weet dat eigenlijk gewoon verder niet eens precies. Ja. Ik hou er geen administratie van bij. Dus ik hou administratie bij van de collectieven. Dat zijn de leden, maar niet eigenlijk verder. Even kijken. Ik heb hier nog een vraag. Maar er zit een of ander ding popt op in mijn ding. En dan zie ik het niet meer. Nog een vraag. Maakt het nog uit op welke manier een bestuurder geworven wordt als het gaat om een match in het bestuur? Dus het gaat natuurlijk om van, hey, als je zoekt iemand, ga je dan werven bijvoorbeeld... Nou ja, je kan natuurlijk een soort warme werving doen, hetzelfde mensen bellen. Of ga je toch een soort advertentie plaatsen. Of je kan op verschillende manieren natuurlijk ook een bestuurder werven. Ja, of je kan een voordracht krijgen vanuit een ANV. Uiteindelijk ben je dus als bestuurder op zoek naar een bestuurder. En dat kan een penningmeester zijn, of een secretaris, of een algemeen bestuurder. Daar koppel je een bepaald profiel aan. Dat heb je in het bestuur. Ja. En ook de ledenraad heeft daar een akkoord voor gegeven. En dan ga je op zoek. Maar hoe ga je dan op zoek? Je kan natuurlijk op zoek via warme werving. Dus je gewoon mensen gaat bellen. Je kunt, zoals wij dat hebben gedaan, via de gebruikelijke kanalen. Ook via Boer en Natuur hebben we dat gedaan. Maar dat is dan voor een voorzitter, of niet? Ja, maar dat kan natuurlijk ook voor een penningmeester of een algemeen bestuurslid zijn. Als je een algemeen bestuurslid van een groot collectief zoekt, dat is ook niet mis te verstaan een functie. Dan kun je ook serieus. En dan kijk je ook naar het bestuur en de ledenraad bij ons, die bepaalt dat ook mede. Van, joh, wat voor... Dan kijk naar het bestuur. Wat voor type bestuurder zoeken we dan? Nou, dat kun je dat uiting laten komen in het profiel. Ja, zeker. En dan ga je op zoek. Via Boer Natuur, via netwerken, via warm of via koud. Als je uiteindelijk maar de best passende kandidaat vindt die in het profiel past. Nou, een van de vragen die ik ook een beetje heb. Als je dus nog wel met de structuur bijvoorbeeld met ANV zit. En je krijgt een bindende voordracht vanuit zo'n ANV. Dan heb je wel een heel mooi profiel opgesteld. Maar dan moet je het ook maar mee doen waar ze mee komen. Ja. Dan zo'n voordracht vanuit zo'n ANV. Ja. Oké, hoe is dat in Flevoland geregeld? Nou, we hebben een aantal ANV's die nog bestaan. Met alle ANV's hebben de collectief opgericht. Ja. Een aantal ANV's bestaan nog, een aantal niet meer. Oh, okay. Maar we hebben een vertegenwoordiging vanuit de gebieden. Ja, precies. Ja. Dus Flevoland bestaat uit Noord-Oostpolder, Urk, Oost-Flevoland en Zuid-Oostpolder. Ja, en vanuit die gebieden is een vertegenwoordiging. Maar je bestuur is meer dan alleen een vertegenwoordiging uit die gebieden. Ja. Ja, precies. Want wat ik ook zie in collectieven, dat ze bijvoorbeeld zeggen van, nou, we hebben zoveel gebieden of ANV's, daar komen dan... Maar 1 of 2 bestuurders uit, maar in totaal hebben we meer bestuurders in het bestuur van het collectief. En we hebben bijvoorbeeld ook, ik weet bijvoorbeeld van mijn Utrecht-Oost, dacht ik, velen hebben ze ook bewust gekozen voor iemand die dan bijvoorbeeld misschien vanuit de natuur- en milieuwereld komt. Ja. Of, en er zijn ook heel vaak een LTO-bestuurder in je bestuur. Dus, ja, dat is bij ons dus ook, dat je hebt verschillende... Vanuit LTO, het is dus breder dan... Een vaste zet in het bestuur die wordt in, waar het LTO mee instemt. Ja, precies. Ja. Dus dan heb je verschillende modellen waar je... Ja. En een van de dingen die ik zelf nog af... Je hebt natuurlijk... die vraag kregen we ook nog van... de betrokkenheid van de boer. Hè? Van, als je dus verder professionaliseert... En je gaat een profiel opstellen met allemaal hele mooie dingen. En dan gaan ook nog... Hoe hou je toch ook die band met je leden, deel met je boeren? Hè? Want het zijn natuurlijk collectieven, het zijn boeren, de samenwerking van boeren. Hoe laat je het ook zien in je bestuur? Is het belangrijk? Het was gewoon een vraag. Ja, als je kijkt naar Flevoland, hebben we een ledenraad. Met 10 personen die lid zijn van een ledenraad. Dus een ledenraadslid moet zich ook bewust zijn van de positie, van zijn positie in de ledenraad. En de ledenraad is de vertegenwoordiging van de leden. Ja. En die moeten, de ledenraadsleden moeten in beginsel voldoende voeling houden met de leden. Ja, maar jij zegt dan in het bestuur, wat ik ook vaak hoor is dat ze zeggen van ja, in mijn bestuur moet, minstens 80% moet boer zijn. Zeg maar wat, hè?
Is dat in, dat kan nou, ook nog zijn. Ik op die manier ook nog dat, verder dat, gaat. Dat is precies wat je zelf als collectief wil. Ja, precies. Het collectief waar ik nu voorzitter van ben, heeft bij de oprichting destijds al besloten dat het de mogelijkheid moet blijven bestaan dat ze één bestuurslid extern kunnen werven. Dus die niks te maken heeft met... Oh ja, ja, precies. Dat is in het statuut al. Ja. Is het vast, maar dat ben ik dus nu. Ja, precies. Ja. Maar dat, goed, dat is allemaal, zijn allemaal keuzes. Ja, ja, ja. Die dat maakt. Zijn eigenlijk de kaders, hè, die je ook zei. Dus de kaders die je eigenlijk met je collectief, met je vereniging, met je, die je samen afspreekt van wat vinden wij passend bij ons. Dus je kan heel goed in die kaders afspreken. Van, nou, zoveel van bestuur bestaat wel of niet uit boeren of uit de deelnemers. Ja. Dat kan je zelf kijk, en het allerbelangrijkste is, het gaat om die leden. De leden, dat zijn de praktiserende agrariërs, of de boeren. En die moeten zich gehoord voelen, die moeten vertegenwoordigd worden. Ja. Dus die affiniteit, hè, de boerentaal en het boerenverstand, dat is wel belangrijk in het bestuur. En hoe je dat dan borgt en welke manieren doet, dat is eigenlijk afspraak die je met elkaar maakt. Ja. Oké, ik heb eigenlijk geen vragen meer vanuit het publiek. Er zijn iemand nu heel hard nog aan typen is. Oh, ik zie twee handjes daarvan. Maar die moeten dan nog weer doortypen. Dus het is een... die moeten heel hard doortypen. En dan komt er nu langzaam aan. Ja, ik zie ze heel hard typen. Ja, precies. Even kijken. Als bestuur, ik zeg even een bepaald collectief, merken we dat er van alle kanten naar de collectief wordt gekeken. Voor de uitvoering, van de omzet naar de landbouw. Daarin kom je alle problematiek tegen. De koers van het collectief in deze bepalen vind ik niet zo eenvoudig. Daar gaan jullie niet op in. Graag daar toch nog een beschouwing op. En dus het gaat er eigenlijk een beetje over, denk ik, van... Er wordt naar ons gekeken, naar collectieven van alle kanten. En ook van, de landbouw moet natuurlijk, wordt ook wel toch wel gevraagd om in ieder geval in een deel van de gebieden, niet overal denk ik, maar in een deel van de gebieden toch een omslag te maken naar extensiever. En dan zegt eigenlijk van, hoe bepaal je als collectief hoe je daarin staat? Dat is denk ik een beetje de koers van het collectief. In deze bepalen vind ik niet zo eenvoudig. Ja, misschien mag deels ook wel de vraag zijn in hoeverre je een koers bepaalt of besluit, al is dat een vorm van koers, in hoeverre je een onderdeel van die uitvoering wil zijn. Ja. Bijvoorbeeld Fala-bestuur heeft heel stellig gezegd van wij gaan geen rol in de belangenbehartiging. Wij gaan, en wie weet verandert dat ooit, maar op dit moment wij gaan geen rol pakken in wat vinden wij van de overgangsgebieden, de begrenzing daarvan. Wij willen onze kennis en expertise inzetten. Daarover wel delen. Wij willen met alle plezier een rol vervullen. Om dat samen te brengen, om met die boeren in dat gebied stappen te zetten. Maar wij gaan heel duidelijk niet aan de kant van de overheid zitten. Niet of we er wel of niet achter staan, is eigenlijk niet relevant. We willen die onafhankelijke positie houden. En in die zin hebben we eigenlijk een koers bepaald door te zeggen, wij willen die onafhankelijke positie bepalen, maar wij willen wel zorgen dat, we zien natuurlijk de toekomst, anders ben je misschien geen agrarisch collectief in die combinatie daarin. Ja. En daar willen we in de uitvoering wel een rol in spelen. En ik weet niet of dat de koers is, de duiding die persoon zoekt. Maar ik denk dat je niet per se een standpunt altijd overal alles hoeft te bepalen. Maar vooral mag denken, als ik een rol krijg in die uitvoerende taak daarvan... Welke rol wil ik dan spelen? En staat mij die dan aan? Of heb ik dan het gevoel dat ik voor het karretje word gespannen voor iets waar ik niet mee kan leven? Los van dat je zelf niet altijd hoeft uit te spreken of jij nou voor die begrenzing van dat Natura 2000 gebied terug is. Ik denk, dat mag je laten bij waar het is. Maar kan jij misschien de rol pakken? Om dat zo goed mogelijk met die boeren in dat gebied te doen. En ik vind dat zelf ook een vorm van koersbepaling. Zonder dus helemaal in de inhoud te gaan zitten. Ja, maar dan kies je gewoon heel duidelijk een rol. Maar welke rol wil ik in dat... Ik zie dat er heel veel gebeurt in de landbouw, maar welke rol wil ik daarin spelen? Ik denk dat dat juist wel koersbepaling is. Dat vind ik juist koersbepaling. Ja, maar anders kun je heel ver gaan. Want ga je wat vinden van stikstof met z'n allen, denk ik. Dat vinden we misschien niet veel van. Dat begint met je bestaansrecht. Wie ben je? Ja. En waar wil je nou voor gaan? Waar wil je voor staan? En dat zijn de twee vragen die elkaar opvolgen. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En dan maak je keuzes. En op basis van die keuzes, die kaders, dan, zet je de boel in gang. Ja, maar als je dat dus ook helder hebt voor jezelf, welke koers heb je en welke rol wil je pakken, dan kan je ook gewoon eigenlijk elke vraag die op je afkomt, kun je in die zin beantwoorden. Dat je zegt, als het gaat over, een provincie die komt naar je toe en zegt, wil je mee in het gebiedsproces of zo? Ja. Zeg, dat wil ik best doen. Vanuit de rol dat ik wil kijken naar wat jullie bedenken, met elkaar besluiten, is het uitvoerbaar? Kan ik daar met mijn boer uit? Wat hebben mijn boeren nodig om dingen uit te kunnen voeren? Wat heb ik daarvoor nodig om dingen met mijn boeren kunnen af te spreken? Dan heb je een duidelijke rol. En als een gemeente komt met een andere vraag, kun je uit diezelfde rol kun je daarop antwoorden. Altijd dat toetsingskader van tevoren helder hebben. Van jongens, wat betekent dat voor organisatie? Past het bij ons, statutair? Hoe is het met de bemensing, de capaciteiten, de planning? En de laatste vraag, wat betekent dat voor onze leden, voor de boeren? Ja. Gaat er wat mis als we het niet doen? Wat schieten de boeren daarmee? Ja. Ja.
En, en misschien nog wel, we hebben ook in het kader van Live IP-project, we hebben ook een soort afwegingskader gemaakt, hè? Daar heb jij me ook aan mee geholpen. Hè? Van oké, als je projecten gaat doen, wat moet je dan jezelf afvragen? En eigenlijk kwam een deel van deze vragen er ook weer terug. Hè? Van, waar ben ik voor op aarde eigenlijk? Ja. Past het bij me? Heb ik de capaciteit? Et cetera. Dus het is ook elke keer. En als je dus, dat dus helder hebt in je missie, visie en je strategie, dan kun je veel makkelijker op al die vragen eigenlijk een antwoord geven. En dan is misschien de hoofdkoersbepaling wel, wil ik het houden bij het ANOB, ANOB en een beetje projecten of de volle map. Is dat misschien wel de belangrijkste koersbepaling die je als individueel collectief te maken hebt? Ja. En hoe maak je die? Ja, dat zegt vooral weer wat over de ambitie die nu ook in zo'n bestuur zit. Waar halen mensen hun drive vandaan? Als die, en ik weet dat het een iets ongelukkige woordkeuze is, maar als je zegt ik wil op de winkel passen van het ANOB en die winkel verder verfraaien. Hartstikke prima, dat is niet dat we daar niks in te doen hebben. Maar dan zeg je nee tegen alle andere dingen die er gaan komen. Ja, wil je er een paar projecten bij pakken die ondersteunend zijn aan direct ANOB? Ook prima, dat is al echt wat anders dan waar we in 2016 mee gestart zijn. Ja, en ook wat die volle breedte. Denk, ja, het is niet, je hoeft niet op alles ja te zeggen. Daar kan je letterlijk per vraag een keuze in maken. Maar dan helpt het inderdaad als je in de basis hebt bepaald waarvoor ben ik op aard en wat wil ik bereiken in de komende periode. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het dus heel belangrijk is. Wat jij denk ik, wat je al twee zeggen, is dat de relatie met de leden. En wat willen die leden? Want ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen dat leden, die zien ook deze ontwikkelingen. Die ondervinden het aan hun lijve natuurlijk, hè, al die ontwikkelingen. Ja. Dus die gaan denk ik ook naar het collectief stappen. Ja. Goh, wat kun jij voor mij betekenen? Ja. Wat kunnen jullie voor mij betekenen? Dus dan moet je ook bedenken, wil je als antwoord dan geven, ja, nou aan of bij, doe maar de rest. Waar moet je dan naartoe? Ja, ik weet het niet, maar doe maar wat. Of zeg je van nee, ik kan je ook helpen bij andere dingen, want het past heel goed bij het doel wat we hebben. Dus dat is ook iets om over na te denken, denk ik, hè, van wat wil je ook naar je leden beantwoorden? Ja, absoluut. Wat hebben zij nodig? En ik ben een half november gestart in Flevoland, 4 maanden onderweg. En ik heb ook bewust kies ik ook voor aandacht en tijd voor die ledenraad. Een stukje cohesie, maar ook wat wil die leden? Wat willen die leden nu? Ja. En wil een ledenraadslid nu? Hoe heeft hij of zij de stip voor over een paar jaar op de muur staan? Ja, want dat bepaalt ook wat bepaalt. Dat bepaalt namelijk wat je met als collectief ook, wat zij verwachten dat jij ook gaat doen. Ja. Hè? Ook voor hun. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar het om lijkt. Mensen, we moeten langzaam gaan afronden, want de tijd begint te dringen. Het is bijna 3 uur. Dus ik kijk nog even of er nog vragen zijn. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Hebben jullie nog een opmerking op iets waarvan je zegt van, dat wil ik echt nog kwijt of meegeven? Of dat is een beetje ik kan het niet vaak genoeg zeggen vanuit mijn ervaringen van, joh, begin. Dus begin ergens mee. En ik snap dat het allemaal lastig en onbekend maakt, onbemind, hè? Ik weet het even niet. Yo, bel iemand op, stel de hulpvraag, maar ga beginnen. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Dat is heel belangrijk. Ja, zet een stap. En je komt ergens uit. Ja, zet een stap. Ja. Ga in beweging. Ja. Dan komt het eigenlijk op neer. En waar het precies heen gaat, dat weten we eigenlijk allemaal niet. Zeker in deze onzekere tijden waar je nu zit. Maar ga gewoon in beweging. Stilstand is achteruit. Ja, helder. Ja. Ik zou dat hetzelfde hebben gezegd en dan gericht op werkorganisatie, dus geheel mee eens. Ga stappen zetten, ga verkennen wat je nodig hebt. Ga dat toekomstplaatje voor je organisatie in beeld brengen, zonder dat je aan onomkeerbare besluiten hoeft te nemen. Ja, maar wees niet verrast. Ja, wees niet verrast dadelijk als je. Ja, precies. Nou jongens, heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Dat is altijd zo leuk om te zeggen. Dat vind ik zo leuk om te zeggen. En dan... Ik zie het aan je, dankjewel. En jullie heel erg bedankt voor jullie. Voor het kijken en voor het meedoen. We gaan zorgen dat deze ook natuurlijk gedeeld wordt naar andere mensen die het helaas gemist hebben. Ik snap niet dat mensen dat gemist hebben, maar dat is vet leuk. En we gaan vooral ook hiermee door, want dit is echt een onderwerp waar op een of andere manier moeten we hier gewoon meer tijd voor kunnen maken. Want het is zo belangrijk om te zorgen dat we ook met deze suggesties weer en ook eigenlijk gesprekken die we dan gaandeweg op ons pad komen. Van hier moeten we echt met elkaar mee verder, want dit is zo belangrijk om hier echt stap in te zetten, want er komt zoveel op ons af. We moeten er gewoon klaar voor zijn. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. Ik weet niet precies wat, maar we moeten wel zorgen dat we er klaar voor zijn. Dus heel erg bedankt mensen. Graag gedaan. En goedemiddag verder. Tot de volgende keer.